Ja, naar Tour de Gelderland. Naar de trip naar Hoorn. Naar de trip naar Borger. Naar de trip naar Texel. Nu een nieuwe tour. Namelijk Tour de Salant. Ja! Oh, beetje enthousiast. Desk en zonder je naam is Kasper. Hartelijk welkom dus bij deze nieuwe serie Tour de Salant. Voor de mensen die nog werken met een oude groencast. Kan het zijn dat jullie beeld niet zo geweldig goed is. Dat komt namelijk omdat het een 4K videootje is. En een Chromecast kan geen 4K aan. Dus dat is een beetje de reden waarom je dan het beeld wat slechter krijgt. Kunt krijgen op je tv of misschien ook wel op je beeldscherm. Ik weet het niet helemaal zeker. Goed. Tour de Salant. Dus een nieuwe tour. Terwijl daar een automobilist achtervoren lijkt wel eruit wil rijden. Lekker dan. Nou, Tour de Salant, waar gaan we heen? Dat verklap ik lekker niet. Het is een verrassing. Dus iedere week zou ik zeggen, kijk even naar mijn kanaal. Iedere maandag heb ik weer een nieuw stukje. En ik vond het wel een van de mooiste stukjes wat ik heb gereden. Nogmaals, waar we heen gaan is voor mij een weet. Maar voor jullie nog steeds een verrassing. Laat ik even hier oma voor. Maar goed. Deel 1 zag je al onder in beeld staan. Timelapse naar Olst, dat klopt. Want ik heb al genoeg deskcam video's van Zolder naar Weijen, van Weijen naar Olst. Dus ik heb er eigenlijk voor besloten om de eerste deel maar een timelapse ervan gaan maken. En hierbij dus. We rijden dus straks langs de plaatsen Windesheim, Weijen, Den Nul en Olst. Vlak voor Olst zet ik hem uit. En dan in deel 2 gaan wij vanaf Olst weer op de normale voet verder. Met een babbeltje en een knabbeltje. Ja, een knabbeltje moet je er maar even bij denken. Terwijl ik de kinderwagen even laat voorgaan en de fietser. En omdat we daarna ook staan bij een stoptoornet zijn. Wil ik jullie alvast gaan bedanken voor het kijken. Geniet van de timelapse. Zet er even een leuk muziekje onder. Vind je dit nou een leuke video, zou ik zeggen, abonneren. Vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan word je op de hoogte gehouden. En dan zou ik zeggen, tot volgende week maandag weer. Dan gaan we verder met deel 2. Dus dan weten jullie al ongeveer waar we gaan beginnen. Jawel, in ons, waar we heen gaan. Dat is nog een hele grote verrassing. Nogmaals, ik zet er even een muziekje onder. Geniet van de timelapse. En ik zeg alvast de goede toedels. En dag. Hoi.
Thank you.